mijn naam is Peter en dit is Motortest TV. En zoals we met het Royal Enfield filmpje al beloofd hebben, zijn we weer terug bij Startwin. Want naast Royal Enfield hebben we ook nog heel veel Ducati nieuws. Ik sta hier met Henk-Jan. Henk-Jan, goedemiddag. Goedemiddag Peter. Zijn we weer. Ja. Even het merk gewisseld nu voor Ducati. 4 nieuwe motoren in de showroom. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. De eerste die ik hier voor me zie staan is de Diavel. We hadden al een aantal jaar terug de X-Diavel. Heb ik gereden, vond ik geweldig. We hebben natuurlijk de gewone Diavel. Want dit is de nieuwe, gewone, tussen haakjes... 1260 ja. Diavel. Het is niet de S, die hebben we ook nog. Die heb je ook gewoon in het assortiment. Maar die staat hier nu wel voor jullie te bewonderen. Absoluut een plaatje, supermooie motor. Wat zijn zo even de kleine nieuwe dingetjes? Behalve natuurlijk het compleet nieuwe blok voor deze motor. Ja, het blok dat levert iets meer koppel. De motorfiets is wat compacter geworden op het moment dat je erop zit. Je zit wat dichter bij het stuur, je hebt iets meer gevoel met lagere snelheid. Klinkt heel gek, maar het is toch een makkelijk te rijden. Voor de rest, de styling is wat scherper, het is meer een dikke naked geworden. Dus zeg maar een Monster 1200 S Plus, zeg maar. Gewoon een heel compleet ding. Supermooie motor. In diezelfde categorie, want we hakken het even in twee blokjes, staat hiernaast... De Ducati Multistrada Enduro, de nieuwe Enduro. Ik loop even naar de andere kant. Enduro, wat is hier het grote verschil aan met de vorige Enduro? Ook in 1260 blok gekregen, dat betekent meer koppel. Makkelijk rijden tussen de 3.500-4.000 toeren en de 5.000 toeren. Is een merkje sterker geworden. Hij heeft nog steeds de 30 liter tank, alleen is het wat aangepast. We hebben nog wat lager gemaakt, voorvork. De asfaltbeek is aangepast, het stuur is lager gekomen. We hebben de tank ook even moeten aanpassen. Al met al nog 36 liter aan boord. Alleen wat makkelijker te handelen voor wat kleinere mensen. Dus niet radicaal vernieuwd, maar verbeterd op heel veel punten. En vooral dus ook dat hele nieuwe motorblok. Nou, omdat we de blokjes een beetje hebben opgesplitst. De blokjes in het filmpje bedoel ik dan in motorblokken. Gaan we nou even naar de motoren met de 950 blokken. Zeg ik dat goed? Nou, we gaan even kijken. Dus nou, we zijn hier even naar deze kant van de showroom gelopen en hier zie je twee motoren met het 950 blok en twee motoren nieuw in de line-up bij Ducati. Ja. De Hypermotard en de 950 Multistrada, even spieken, de S. En die wil je hebben. Vertel, wat is nieuw, met welke wil je beginnen? Deze is echt helemaal nieuw. Ja. Dit jaar gekregen in twee uitvoeringen, in een S en een standaard uitvoering. Ja. Hij heeft meer de styling en het karakter gekregen van de allereerste serie, van de twee kleppers, van de luchtgekoelde. Ja. De zithouding is wat makkelijker geworden weer. Het is een wat meer een gooie smijtfiets geworden. Super mooie details weer. Mooi frame erop. Maar als jij zegt zithouding wat makkelijker, dus iets minder met je ballen op de tank? Ja, ik plat wel zeggen zo, ja. Ja, nou, dat vond ik altijd. Dus dit, hij is dus makkelijker te rijden dan? Ja. Er zijn de lui bij die sferen erbij, hoe korter op het stuur, hoe meer supermotor. Maar hij is eigenlijk iets... Misschien de rauwe randjes er een beetje af? De ene kant wel, de andere kant ook niet. Nee. Qua rijden, qua karakter is die echt nog wel weer lekker rauw. Ja, 950 blok natuurlijk. Ja, en hij is natuurlijk met de S standaard een quickshifter. Die kan hier ook op. Ja. Dat maakt hem heel sportief, heel gaaf. Ja, echt een nieuwe motorfiets. En dan zijn grote broer, qua blok. Kijk, er zit wel hetzelfde blok in, maar dat geldt bij de 1260 natuurlijk wel. Het is hetzelfde blok, maar het is een compleet andere mapping, anders afgesteld. Hetzelfde blok, maar totaal anders. Dat is ook een beetje wat we willen laten zien. En dat is met deze twee dus ook. Hetzelfde blok, totaal anders. De 950 is natuurlijk vorig jaar al geïntroduceerd. 2017 al. 2017 al. Ja. En nu de S. Ja. En de S houdt eigenlijk in... Al het mooie wat de grote broer ook heeft, is de 1260 S. Dat wil zeggen, keyless go, full color display, er zit een quick shifter op. Elektronische vering. Alles op binnen dan. Ja, cruise control, vier dus rijmodus. Eigenlijk wat je altijd al wou op de 950, wat misschien mensen deed kiezen om toch naar die wat zwaardere te gaan. Ja. Wat je hier veel van hoort is dat natuurlijk met de 1260 heb je gewoon een klap meer vermogen. Dat is absoluut waar, maar wat je toch veel hoort en leest en wat wij binnenkort zeker gaan ervaren, is dat de balans tussen de motor en het blok bij deze wel heel erg goed is. Ja. Het rijden, het geluid, de hele beleving is gewoon... Top. Dus 4 nieuwe motoren in de showroom hier bij Startwin in Loenen. Ja. Ik noem ze nog een keer op. De Diavel, de Multistrada Enduro, de Multistrada 950 S
en de hypermotard. Genoeg reden om eens even een kijkje te komen nemen en een proefritje te maken. Ja. Dank Jan, bedankt. Dag, en we zien elkaar snel. Ja, tot ziens. Nou, dit was Motortest TV vanuit de showroom hier bij Startwin. Vond je het leuk? Zet je duimpjes onder de film. Wil je op de hoogte blijven, moet je ook even op dat belletje klikken wat er tegenwoordig bij zit. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.